Hallo, mijn naam is Philip de Roos. Ik ben advocaat bij Legaloid. En fijn dat je kijkt naar de adviessessies. En wat zijn nou de adviessessies? Dat zijn filmpjes waarin wij als advocaat van Legaloid onze ervaringen delen die we ook hebben met onze cliënten als ze bij ons langskomen. En dat zijn vaak hele spannende momenten. En ja, die blijven binnen de kamers bij ons. Maar het leek ons leuk om ze nou ook te delen met jullie, de ondernemers die kijken. Vandaag is de eerste adviessessie. En wou ik de tijd nemen om met jullie te praten over het thema onderhandelen. Dat komt eigenlijk heel vaak aan bod als wij met cliënten in een traject zitten, een transactie of een proces. En hoe doe je dat nou, onderhandelen? En er zijn eigenlijk drie hoofdstukken die ik even met jullie wil bespreken. De eerste is de theorie. Dat is natuurlijk altijd belangrijk om even een beetje te begrijpen, hè, wat is het theoretische kader. De tweede, dat is eigenlijk heel praktisch, is de voorbereiding. Wat zijn nou de logistieke contouren van een goede onderhandeling? En dan, als je die twee weet, de derde, de tips en tricks. Wat zijn nou die handige weetjes, die trucjes, waarmee jij net iets beter uit de verf komt in de onderhandeling dan de persoon aan de andere kant van de tafel? We beginnen bij het begin, namelijk de theorie. En er is heel veel theorie over onderhandelen. Als je echt geïnteresseerd bent, kan ik je aanraden het boek Getting to Yes, waarin de Harvard School of Negotiating wordt uitgelegd. En wat ook een fascinerend boek is, is Thinking Fast and Slow van Daniel Kahneman. Maar goed, dan ben je weer een paar weken van je leven verder. Dus what does it boil down to? Nou, les 1 eigenlijk is dat onderhandelen is niet een zero-sum game. Er is niet een winnaar of een verliezer. Het is niet wij tegen zij. Eigenlijk is de theorie van onderhandelen dat we samen op zoek gaan naar een gebied waar onze belangen overlappen. En dat gebied heet de Zone of Potential Agreement, ook wel de ZOPA. Kijk, ik pak mijn notitieblok er even bij. Stel, dit zijn jouw belangen. En dan heb je met iemand te maken die heeft weer andere belangen. Die liggen daar. Nou, dit gebiedje, hier in het midden, dat heet de ZOPA, Zone of Potential Agreement. En dat is eigenlijk waar het goede onderhandelingsresultaat ligt. Voordat je gaat beginnen met een onderhandeling, is het dus belangrijk om na te denken over wat zijn mijn belangen en wat zijn de belangen van de andere partij. Waar overlappen die? En heel vaak is dat een out-of-the-box plek dan waar je eigenlijk denkt. En in veel onderhandelingen zit je tegenover elkaar op één soort standpunt. Maar verlaat de standpunten en ga denken in belangen. Ja, dat is een belangrijke les. Hoe ontdek je nou of er een Zone of Potential Agreement is? Want dat is natuurlijk lastig om te weten zelf. En dat is eigenlijk een kwestie van je verplaatsen in de partijen aan de andere kant. Die belangen een beetje opschrijven, je eigen belangen opschrijven. En het echt zo concreet mogelijk te maken, waar ligt dat gebied? En terwijl je dat aan het doen bent, kom je vanzelf ook op een ander theoretisch belangrijk punt. Namelijk de BATNA. Kijk, ga ik ook opschrijven. BATNA. BATNA. En dat staat voor the best alternative to a negotiated agreement. Of eigenlijk simpel gezegd, wat is ons alternatief? Want het is een slecht idee om naar de onderhandelingstafel te lopen met het gevoel van we moeten eruit komen. Want dat hoeft niet. Er is altijd een moment dat het eigenlijk beter is om geen deal te hebben en weer terug te vallen op jouw alternatief. Ik noem maar wat. Jij denkt, ik wil een investeerder in mijn onderneming. En je blijft me onderhandelen en je wil het zo graag. Maar op enig moment is de prijs gewoon te slecht of geef je te veel van je bedrijf weg. En zeg je dan, nou oké, als het zo moet, laat maar. Dan ga ik het zelf wel doen. Of, en dat is dan even de exercitie die je goed moet maken. Of ik ga, en dan heel concreet en specifiek voor jezelf benoemen, wat zijn mijn alternatieven? Want ik zou ook kunnen gaan crowdfunden, bijvoorbeeld. Of misschien ga ik wel naar de bank. Of ik ga bij al mijn vrienden en familie en andere idioten ga ik langs om te vragen, leen mij een klein beetje, want dan kan ik dat plan ook in werking zetten. En als je zo naar de onderhandelingstafel loopt, met in je achterhoofd heel concreet in beeld de alternatieven, kun je je voorstellen dat je eigenlijk veel krachtiger
en zelfverzekerder aan die tafel komt te zitten. Want ja, jij hoeft helemaal niet per se met die investeerder. Het is een optie en het is een leuke optie, maar het hangt helemaal af van de details. En op enig moment zeg je, lieve investeerder, dank voor je interesse, maar ik ga je tijd niet verder verdoen, want ik heb een crowdfunding alternatief en dat is dan eigenlijk aantrekkelijker. Dus, theorie 1, heel belangrijk, het is geen zero-sum game. 2, zoek naar de zone of potential agreement. En 3, wees weerbaar, wees goed voorbereid en denk goed na over de alternatieven, de bad na. Tot zover de theorie. We komen bij het tweede hoofdstukje, de voorbereiding. Eigenlijk de logistieke contouren van een onderhandeling. Want mensen, je kent ongetwijfeld het boek van Malcolm Gladwell, Blink, hè? Mensen zijn helemaal geen rationele wezens. We zijn continu impulsen en signalen aan het opvangen en die zijn we eigenlijk met ons brein aan het verwerken en daarna komt er een soort rationele verklaring. Wat ik maar wil zeggen is, er zijn heel veel factoren in het spel die niks te maken hebben met wat jij zegt of met jouw plannen, maar die gewoon te maken hebben met de fysieke omgeving, wie jij bent, hoe je eruit ziet, hoe je praat. En in die zin is een onderhandeling ook een soort toneelstuk waar je goed van tevoren moet nadenken over de scripts, de tegenspelers en hun scripts, het podium waar je op staat, de belichting, het geluid, alles speelt mee. Goed, een paar praktische, zeg maar, bekende tips bij een fijne onderhandeling. Het vindt vaak plaats in een ruimte. Nou, we zitten hier in een advocatenkantoor in een van onze gezelligere ruimtes. Dit zijn onze rode banken. Als wij hier een bespreking hebben die, zeg maar, prettig van aard is, dan gaan we vaak hier zitten, want dan komt er sneller een deal uit. Soms hebben we ook besprekingen in, zeg maar, ja, juridische procedures. Die zijn vaak wat minder gezellig. Gaan we naar een andere ruimte met een wat zakelijkere tafel. Dus alles moet daarbij passen. Je kent ongetwijfeld ook je bij een onderhandeling, als je aan de tafel gaat zitten, het prettig is om de ramen in de rug te hebben, zoals ik nu heb. En de partij aan de andere kant kijkt naar die ramen, want die wordt dan sneller moe. Dan heb je het licht in je gezicht en dan heb je, zeg maar, de energie die dat kost, terwijl jij met lekker licht in je rug makkelijker kunt onderhandelen. Nou goed, dat zijn een soort van algemene opmerkingen. Als er nou drie punten zijn die ik altijd even check voordat ik een onderhandeling inga, is 1 natuurlijk, ik bereid me voor op de sfeer. Wat is eigenlijk de sfeer die we willen hebben? En dat verschilt heel erg per onderhandeling. Soms is het dealmaking, soms is het proces. Nummer 2 is, wat is eigenlijk de cultuur aan de andere kant? Ik ben wie ik ben, ik neem van alles mee zonder dat ik daar bewust iets aan doe. En zijn het bijvoorbeeld Engelsen aan de andere kant, of zijn het Denen, of zijn het Ieren, of zijn het Amerikanen, of zijn het Brazilianen? Dat maakt allemaal heel erg uit voor wat je eigenlijk in zo'n meeting kunt bereiken. Nederlanders zijn heel direct, dat weet je natuurlijk. Fransen minder, Belgen ook al helemaal niet. Even kijken, wat zei ik ook weer? Sfeer, cultuur. En ik bereid me echt voor op de fysieke ruimte. Waar ga ik zitten? En dat is, zeg maar, in mijn eigen kantoor een stuk makkelijker, want dan weet ik precies hoe alles geregeld is. Maar als je dus ergens anders heen gaat, welk hotel ga je dan heen? Welke kamer gaat het zijn? Wat voor broodjes hebben ze er? Hoe is de koffie? Allemaal dingen die ik van tevoren uitzoek voordat ik erheen ga. En als ik een ruimte niet ken, dan probeer ik hem ook echt te bezoeken als het een belangrijke bespreking is, voordat we erheen gaan. Tot zover de logistiek van een onderhandeling. Ga ik door naar nummer 3, de tips en tricks. Ik heb een paar typische dingetjes die vaak in onderhandelingen voorkomen. En één leuk element is het concept van tegen jezelf onderhandelen. Dat hoor je wel eens, mensen zeggen van, ja, nee, nu ben je tegen jezelf aan het onderhandelen. En wanneer is dat nou? Wanneer ben je nou eigenlijk tegen jezelf aan het onderhandelen? Dat is op het moment dat jij je eigen bod aan het verbeteren of aanpassen bent. Kijk, als ik het even schematisch zou weergeven, is onderhandelen gewoon, we hebben hier een punt, dit zijn wij, zeg maar, en hier een punt, en dit zijn zij. En we liggen uit elkaar. En het spel moet zijn dat we naar elkaar toe bewegen. Dus ik zeg, nou weet je, ik ben wel bereid om dit te betalen. Ik kom tot hier. En dan zegt hij, nou weet je, dat vind ik niet genoeg,
Maar ik ga tot hier. En dan ben ik weer aan de beurt. En dan zeg ik, nou, dan ga ik wel tot hier. En dan zegt hij, nou, vooruit. Weet je? Let's meet here. Precies in het midden. Ja? Dat is dan even een fair onderhandelingsresultaat. Maar, wanneer ben je nou tegen jezelf aan het onderhandelen? Ga ik eentje verder. Kijk. Wij zijn hier. Zij zijn hier. En die andere partij zegt, nou, ik ben wel bereid om je dit te geven. En dan zeggen wij, oké, nou, weet je, dat is eigenlijk niet genoeg. He, dat gaat niet interessant. Dus, ja, dan doen we alsof we weglopen. Of zeggen, god, kan je er nog iets bij bijleggen? Of kan je even... Dan zegt hij, nou, oké, ik snap het wel. Weet je, ik ga wel tot hier. Doe nog iets erbij. Dan zeggen we nog, ja, oké, ik snap hem al iets beter, maar dit puntje nog wat aan. Nou, oké, tot hier dan, weet je wel, zo. Nou, en dan begint pas ons tegenbod. Maar zie je, dan zijn we eigenlijk al over de helft. En dan zeggen wij, nou oké, dan doen wij nog dit. Zeggen zij, nou oké, wij nog een klein stapje, zo. En dan komen we ergens hier uit. En dat zit dus veel dichter eigenlijk aan onze kant. Dus als je een bod gedaan hebt, wat je ook doet, altijd de ander dan het andere bod laten doen. Dus gewoon om de beurt. Tak, 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 gelijk oversteken. Ja, dat is het concept van tegen jezelf onderhandelen. Heb ik nog een leuke. En dat is eigenlijk... De wisselgeld, zeg maar, strategieën. In onderhandelingen heb je heel veel puntjes. En heel vaak gaat het op een gegeven moment over dit is het geheel en de openstaande punten. En het is goed om van tevoren met elkaar af te stemmen welke punten zijn eigenlijk neppunten. Maar voor de andere partij misschien wel gevoelig of fijn of waardevol. Maar maakt ons niet uit. En gaan wij dus weggeven. En dan heb je natuurlijk gezegd dat als je in onderhandelen iemand een cadeau doet, doe er dan ook een grote strik omheen. Laat ze ook weten dat dat een cadeau is. En dat is eigenlijk de wisselgeldcategorie. Waar je zegt van, jemig, nou vraag je dat van me, hey, poepoe. Nou, vooruit dan. Maar, en dan, dat is ook belangrijk, daar wil ik dan wel iets voor terug. Dus je geeft eigenlijk iets weg wat voor jou niet echt waarde heeft. En je vraagt daar wel iets voor terug. Dat is de wisselgeld. De wisselgeldstrategie. De laatste, en dat is ook een trucje, is uithoudingsvermogen. In dealmaking is altijd het gezegd, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus mensen zitten met elkaar te onderhandelen, hebben een soort mandaat, hebben een doel, willen iets bereiken. Maar willen ook op enig moment naar huis, of willen gaan eten, of willen hun vriendin of de vrouw en kinderen eens even weer spreken. En dat is vaak het moment dat zeg maar die druk hoog is en dat dingen dus vloeibaar worden. Mensen willen er gewoon vanaf zijn. Het zijn immers ook maar mensen. En een van de redenen dat onderhandelingen soms zo lang duren, is omdat het eigenlijk gewoon een spel is van fysiek uithoudingsvermogen. En wie laat als eerste nou zien dat hij er eigenlijk gewoon geen zin meer in heeft en dat hij dus bereid aan het worden is om punten toe te gaan geven. En als je daar feeling voor hebt, dan kan je ook hele goede resultaten boeken. Want dan ben je gewoon eigenlijk soms wel uren achtereen, maar gewoon aan het rekken en een beetje aan het stangen. Totdat je ziet dat de andere partij eigenlijk er genoeg van heeft. En dat is het moment dat je toeslaat om jouw punten, zeg maar, naar binnen te trekken. Je kent het vast wel, dat gevoel van, ik heb hier geen zin meer in. Nou, vooruit, hè, jij je zin, kan ik tenminste naar huis. Nou, dat waren 3 tipjes over hoe je in onderhandelen misschien wat naar je toe kan trekken. Er is natuurlijk veel meer te vertellen. Misschien komen we daar nog een keer op terug. Voor nu heb ik er even geen zin meer in. Ik hoop dat je blijft kijken. Als je vragen hebt, bel ons, mail ons gerust. Ik vind het heel leuk om hier met je over van gedachten te wisselen. En ik zie je graag weer terug bij een volgende adviessessie.